Hey mensen, welkom bij de Binding of Isaac. Laten we meteen beginnen. En vandaag ga ik Kane spelen. Kane vind ik zelf een heel fijn karakter. Natuurlijk dat hij lakvoet heeft wat hem geluk brengt met slotmachines. En alle pillen zijn goede pillen. En wat er ook nog heel erg fijn aan hem is, is dat, dat hij ook nog, moet ik het zeggen? Ik ben het even zelf kwijt. Mijn hersen vallen letterlijk uit die. Oh wel. Dat hij ook nog movement speed heeft en ietsjes meer damage dan Isaac zelf. En dat is heel erg fijn. Natuurlijk de nadeel. Oeh, Liberty Cap. Meer kans voor pillen. Dat is geweldig. En hopelijk krijgen we een bom voor de tinterdrak. Dus dat is heel erg fijn. En ik heb een trucje ontdekt. Oh, behalve als hij daar staat. Dit gaat niet echt goed lukken. Maar dankzij die vervelende vent daar ging niet echt lukken. Want wat ik wil doen, als je zeg maar hierboven op één plek blijft stilstaan, direct hierboven, dan blijven de vliegen juist uit je buurt. Dan zijn ze net geprogrammeerd om net uit je buurt te blijven, zeg maar. Dat is eigenlijk meer een foute programmering. Maar het is toch nog steeds... Oh, dat is een XL-vloer. Nou ja. Dat betekent dat we dus... gelijk de small rack. Geweldig, dat is een damage up. Maar omdat we red hard damage hebben genomen, dus geen so hard, betekent dat we nu veel minder kans hebben om een deal met de duivel te krijgen. Want ik heb toch ontdekt als je, als je toch damage neemt met de, eigenlijk zelf de rode hartjes, krijg je veel minder kans. Nou, daar is de eerste pil al. Balls of steel, geweldig. Want er zijn verschillende soorten, wat ik gehoord heb, calculaties met allemaal hoeveel kans je hebt om een deal met de duivel te krijgen. Angel slash Devroom. Maar goed, laten we vast in de eerste baas vechten, of we dat alvast aan de kant hebben. Het is Steven. Ah, dat heet Steven. Gelukkig is het een vrij simpel gevecht. Het is gewoon een beetje net zoals Gladly gevecht eigenlijk. Alleen een of ander moment... Gaat de kleine automatisch vrij. En dan is het natuurlijk dat we Little Steve of Steven gaan krijgen. Steven is een damage up en Little Steve is een familiar wat spectral tier schiet. Oké, we hebben eentje dood. Dus, en er is maar niks uit welke je doodt. Het is gewoon een veel kleiner kans om Steven te krijgen. En Little Steve is veel groter procent kans. Daarom krijgen mensen altijd zoveel Little Steven. En heel zeldzaam krijgen ze Steven bij deze baas. Dus het is een kwestie van geluk. Ik moet oppassen natuurlijk. Zoals ik zei, Little Steven. Dr. Tears. En laten we gelijk tegen de volgende baas vechten. En dan kunnen we naar op zoek naar de item voor ons gaan. Larry Jr. Alright. Dit is natuurlijk waar we moeten oppassen dat ze niet ons insluiten. In de... Tussen poep in. Maar het gevecht gaat al redelijk goed. De damage op de small rock helpt heel erg. Geweldig dat we die hebben gekregen. En dankzij Liberty Cap krijgen we nog meer pillen. Misschien kunnen we nog een deal met de duivel. Ik denk dat als je red hard damage hebt genomen, dat er denk ik nog 30% kans is. Maar helaas niet. Een shot speed up. Dat wil ik heel graag. Dit is niet. Dit is gewoon de snelheid hoe vaak je achter elkaar ziet. Niet hoe snel de tranen gaan. Want er zijn twee verschillende. Want alle tiers up zeggen tiers up. Maar er is altijd twee verschillende shot speed en een tiers up. Shot speed betekent hoe snel het kogel gaat. De traan zeg maar, niet de kogel. En dat is heel slecht eigenlijk. Want dan kan je de knockback, dus hoe verder en verder naar achter gaat, is dan heel erg onvoorspelbaar. En dat kan voor problemen zorgen natuurlijk. Extra sleutel. Als ik een extra bom ga krijgen, dan ga ik zeker weten die kist daar pakken. Maar ja, hopelijk krijgen we ook nog genoeg... Ah, daar liep ik drag in. Hopelijk krijg ik genoeg tot ik naar de shop kan. Maar dat is een XL vloer. Dus het is zeg maar gelijk basement 2 in plaats van basement 1. Dus hopen dat we het gaan krijgen. Anders hebben we helaas een shop overgeslagen. Isaac's Fork. Het geeft om de zoveel, om de 10 kills een half hartje, dacht ik. Maar die trinket heb ik liever niet. Heb ik liever mijn Liberty Cap voor meer kans voor pillen. Ik weet niet of het goede pillen ook nog geeft. Moeten we maar later even achterkomen. Dit is een beetje... Oké, daar heb ik juist goed langs geglipt. En nog steeds geen damage genomen gelukkig. Dus ik heb nog steeds mijn twee speeld hearts. Dan kan ik hier gewoon staan als het goed is. En blijven hun net uit mijn buurt. Zie je? Ze komen niet dichterbij of op me af.
Crystal Skull, no thank you. Als je nog een half hartje hebt, dan teleporteert hij terug naar de plek waar je laatst was. Dat heb ik liever niet. Oké, we hebben de eerste itemroom gevonden. En hopelijk zit er iets geweldigs in. Ah, daar is een pijl. Wat is deze pijl? Oké, dat is geweldig. We hoeven geen sleutel te gebruiken. En dit is een tears up. Dus we schieten nog met tranen achter elkaar. Dat is geweldig. Natuurlijk alle poep kapot schieten natuurlijk voor een centje, een muntje, kan van alles zijn. De percentage kans dat er iets uitkomt is natuurlijk heel erg klein. Maar liever kan je het altijd proberen en dan nooit proberen. Dat is een sleutel. Daar moet ik een bom voor gebruiken, maar ik heb er maar eentje. Dus moet ik nu maar gaan op zoek gaan naar de andere kamers. Of de andere itemroom bedoel ik. En hoop dat er nog iets goeds in zit. Ah, deze weg loopt helaas dood. Jammer. Toch nog een cent uitgekregen. Misschien nog iets uit de poep. Maar wat hebben we zover? We hebben zover twee tiers up. Liberty Cap. En een Steven als companion. Dat hebben we zover. Alright, wat is onze item? Break. Crack the sky. Niet break the sky. Dit is... vind ik zelf geen goede item. Maar we hebben toch geen spatiebak item. Dus... Oeh, heb je wel een tintentrak? Oh ja, we hebben ook nog Small Rock. Dat hebben we ook nog. Ben ik ook nog vergeten dat we dat hadden. En oh ja, nu dat we de Liberty Cap hebben, is het natuurlijk meer de moeite waard om die allemaal schappenkisten open te maken. Omdat we meer kans hebben voor pillen en zo te krijgen. En voor Crack the Sky, voor mensen die dat niet weten, het doet zeg maar verschillende lichtstralen omlaag. Wat veel damage doet. En... That's about it. Maar het is ook heel onvoorspelbaar ook nog. Dus het is compleet random. Dus het mist heel vaak. Maar goed. We zijn hier dus helemaal klaar. De shop heeft geen zin. Want we hebben niet genoeg geld ervoor. Dus we kunnen hier verder helemaal niks. Dus we gaan gewoon verder. Op naar de volgende level. En hopen dat we nog wat goede dingen tegenkomen. Nog wat damage zou fijn zijn. Als ik dat kon krijgen. Nou, oké. Maar gelukkig hebben we nog speeld hard. Ik moet gewoon proberen geen red hard damage te nemen. Want ik wil toch nog kijken of ik een deal met de duivel kan krijgen. Want misschien hebben we geluk. Kunnen we een kapje worden net zo goed. Een gewone kist. Niet de moeite waard. Eens kijken wat we hebben hier zover. Hopelijk vinden we de item. En wat meer pillen. Want over pillen gesproken. Nog eentje wat ik niet ken. Pretty Fly. Awesome. Dat doet een, is een orbital... Wat goede kogelbescherming geeft. En ook nog. Zeg maar. Kogels tegenhoudt. En ook nog. Damage doet door aanraking. De hoef. Hoef ik niet. Maar hier wil ik wel naar binnen. Ah, dit is fijn. Deze ding laat me altijd binnen. Zoals je ook ziet. Oude speelt dat. Dat is het bewijs. Maar ik kom hier. Oeh, dat is een tintentrak daar binnen. Nou, die ga ik me wel opblazen. Je kan altijd speeltas uitkrijgen. En een sleutel. Geweldig. Dus hopelijk komen we nog wat gouden kisten tegen. Dat zou heel erg fijn zijn. En ik ga niet de Square Crack the Sky gebruiken. Want het kost 6 hartjes. Ah. Dat is een beetje stomme damage. Maar goed. Maar het kost 6 hartjes. Ik bedoel 6 kamers. Om helemaal weer te vullen. Om weer te kunnen gebruiken. Dus... Ik ga alleen een boss fight gebruiken. Dan moet ik even oppassen met deze happers. Gelukkig is de kamer met stekels in de midden. En meestal zijn ze dom genoeg om erin te springen. Zoals je kan zien. Maar we hebben onze item met... Chemical Peel. Dat is een... Oeh, net nog een tweede. Dat is een halve damage up. Dat is niet een hele damage up. Dus zeg maar de kant van ons gezicht wat nu weggesmolten is. Is zeg maar nu... is nu een damage up. En ik zie dat we weer aan de XL-vloer zitten. Dat vind ik niet echt oké. Dus we moeten op zoek gaan naar de tweede item. Dus we zitten eigenlijk nu weer zo. Hopelijk kunnen we eindelijk genoeg geld krijgen voor de shop ook nog. Want dat hebben we echt wel nodig. Want we hebben nu al twee shops overgeslagen. Voor de laatste XL-vloer. Oh, daar liep ik alweer drag in, hè. Alright, tenminste is het niet door die dikke traan. Ik heb tenminste weer een bom. Dus we kunnen toch op zoek gaan naar de... Secret room als we dat willen. Moeten we even oppassen voor die ene wat gaat ontploffen natuurlijk.
Dit soort kamer zou fijn zijn als je spectroteers had. Gewoon voor de stenen. En daar hebben we weer een pil. Wat is deze pil? Balls of steel. Yes, please. Give me more of those. Maar die zitten wat minder stenen. Dus minder stenen om in te verstoppen. En hopelijk kunnen we die snel kennen. En hopelijk snel de item room vinden. Zodat we nog sterker kunnen worden. En hopelijk deze spatiebak item kunnen vervangen. Door iets beters. Want crack the sky. Ik moet het eigenlijk nog steeds gebruiken. Als ik hem dan beter vind, dan ga ik het wel gebruiken. Maar nu zover nog niet. Nu moet ik alleen deze even gaan killen. Als je ze altijd op één route kan krijgen, is het vrij makkelijk. Alleen moet er echt... Het is ook nog heel lastig in zo'n plek als dit de secret room te vinden. Want de map is zo verschrikkelijk groot. Alright, dit kan ons grote voordelen geven, dit hier. En het leuke is, dit wordt niet als red hot damage genomen als je dit doet. Dus dat ga ik zeker weten doen. Net tot ik een half hartje nog heb. Want ik zie nog een hartje, een paar aan de map liggen. En ik heb nog wat speelhard hart. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat ik het overleef. Maar het wordt zeg maar niet berekend als red hot damage. Dus de damage dat je minder kans hebt om deal met de duivel te nemen. Dus daar hoef je geen zorgen over te maken als je dat gaat spelen. Nou goed, eens kijken of we hier wat items kunnen vinden tenminste. En die jij juist in de midden. Ah, een pil weer. Dankzij safety cap. Kom op. There we go. En wat is deze pil? Deze kennen we nog niet. Tears up. Geweldig. Alright, we zijn eigenlijk overal geweest. Maar de laatste item wat we moeten hebben vinden we juist niet. Jammer dat we juist geen pil hebben wat een range up is. Of hebben die wel gehad? Nee, denk niet. Nee. Dat is jammer. Want Kane heeft toch wat range nodig. Om überhaupt niet zo dichtbij hoeft te komen, dat probeer ik te zeggen. Want als je eigenlijk dichtbij moet gaan lopen, betekent ook dat je kans hebt dat je hem damage moet nemen. Maar ons damage is al redelijk hoog en is ook wel geint dat een van onze rode tranen is roder dan de andere. Roder, groter, bedoel ik te zeggen. Maar goed, we moeten uit de room dus nu hier zitten hopelijk. Dit moet eigenlijk de goede weg zijn daarvoor. We hebben hier wat vleeszakken die dood moeten. Ik moet nog steeds proberen alle namen te onthouden. Ik heb het dus laatst gekeken, maar ik ben ze weer vergeten. Namen zijn wel eens lastig te onthouden. We hebben hier de shop, maar daar ga ik nog niet in. Want ik heb nog niet genoeg geld daarvoor. Ah, we hebben de item gevonden. Kijken of ik een reactie hieruit kan krijgen. Even ontwijken. Oké, okay, ik weet niet waar die dier door is. Misschien een spectral of telepathy tier van mijn Steven. Wel oppassen voor de stekels. Ik vlieg nog niet. En wat is de item room? De relic. Nice. Dat is om de 5 kamers krijgen we dus een spirit hart. We hebben al heel veel hartjes. We hebben redelijk damage. Alleen een betere spatiebak item. Misschien zit er gelukkig in de shop de candle. En dan is alles A-oké. Nou goed, ik ga hier maar gewoon de ganse vloer uitkammen. En dat was de ganse vloer. En dan ga ik hier gokken dat de secret room zit. Nope. Dan misschien hier. Laatste keer. Ook niet. Oké, okay, dat was de laatste keer dat ik het probeerde. Ik ga nog wat hartjes doneren. Want ik weet dat er nog wat hartjes bij de baas liggen. Hopelijk haal ik dan de 15 cent. Want dan kunnen we naar de shop. Hopelijk zit er geen greed in. Want er is altijd nog kans op dat er greed in zit. Dus hopelijk krijgen we... Ah, oké. Okay. Nu hebben we genoeg geld ervoor. Ik speel nog één keer. Misschien nog een bloodbag. Nee, maar we hebben 18 cent. Dus gaan we eens een bezoekje brengen naar de shop. En hopelijk heeft hij geen greed. Maar een leuke item erin zitten. Als ik wat meer damage had, zou ik zien proberen greed te farmen. Dan gaan we zo... Yep, het is greed. En dan doe ik me gelijk damage nemen. Ik wil het toch eens proberen. Eerst doe ik hem even flink verzwakken. Tot daar ongeveer. Nu moet ik wachten tot hij iets spant. Oh nee, laat maar zitten. Nee, nee, ik heb maar één bom. Als ik meer bommen had, had ik het eigenlijk... Oh, wacht, dat is nog een bom. Nou ja. Wat ik dan had gedaan was dat ik een bom heb geplaatst. Maar jezelf zou uitblazen. En terwijl ik dat heb gedaan, kon ik naar buiten. Dan weer terug naar binnen. Zou greed gerespawnd zijn.
En zo kan je hem zeg maar farmen, dat je steeds over en over doet, zodat je items kan krijgen van hem. Het beste is dat natuurlijk met de D6 als je die hebt. Want als je dat greed doet farmen, kan je heel veel items en dezelfde items krijgen, omdat je nog niet hebt opgeraapt. En waarom heb ik daar een hartje laten liggen? Oh, tenminste ben ik weer 4 HP. Maar goed, en als je dat steeds doet en je doet ze allemaal in één keer rerollen, dan heb je flink wat items. Maar goed, we gaan tegen de eerste baas vechten van de twee. En het is Chub. Alright, crack the sky. Zoals je ziet, het lasers waren erg mis. Het heeft een beetje geraakt, maar het heeft hem niet echt veel damage gedaan. Ik doe meer damage met mijn tranen. Dan, oh god, ik neem vervelende damage wat ik niet moet nemen. Maar we hebben hem al bijna dood. Gelukkig hebben we nog wat bommen voor als we het nodig hebben. En dat wordt een beetje krap. Maar we hebben hem dood. Die hebben we ook op tijd dood. En de laatste, wat is onze item? HP up. Dinner. Daar moet ik niet om zeuren. En dan nu de laatste baas. Curdy. Alright, Curdy. Eens kijken hoe dit gevecht gaat. Dit is normale Curdy natuurlijk. Dus hij gaat schieten en spannen tegelijkertijd. Ik vind de champjes meestal makkelijker dan de normale Curry. Misschien moet ik hier beter Crack the Sky voor gebruiken. Nou ja, we hebben hem al bijna dood. Misschien krijgen we een deal met de duivel. Dat zou heel erg fijn zijn als we dat krijgen. We moeten wel oppassen dat we niet al onze speerthards verliezen. Die vliegt me even dood. Maar we hebben hem dood. En we hebben een deal met de duivel. De box is een heel klein beetje een speed down. Maar dat vind ik niet zo erg. Fortune teller. Een pil. Teleport. Dat is handig voor IMR. Sleutels heb ik al genoeg. Dus die hoef ik niet. Wat was deze kaart weer? Huh. Alright, eerst kijken wat de duivel heeft te bieden. Copy spa en de nail. Huh. Weet je wat ik ga doen? Ik ga dit pakken. Het is beter dan Crack the Sky en ik hou het bij me. Ik ga het nog niet gebruiken. En dan ga ik de teleport gebruiken. Kijk of ik naar IMR. Nee, helaas niet. Het heeft een flinke omweg gedaan. Maar de reden waarom ik Guppy Spa heb gemaakt. Ik ben nu al 1/3 al onderweg voor Guppy te worden. En als ik zeg maar nu echt in flinke problemen zit. Ik heb nog een half hartje. Kan ik gewoon één van mijn hartjes opeten. En dan krijg ik 3 spirit hearts voor terug. Dus dat vind ik wel veel beter dan Crack the Sky, wat heel vaak mist. Nou goed. Dan gaan we nu maar eens onze Wheel of Fortune ophalen. En dan gaan we verder. We zitten nu in de Depths 1. Oké, deze keer geen XL-vloer. En de Depths zijn tenminste wat makkelijker dan de andere. Dan de Necropolis tenminste. Necropolis heb ik vaak genoeg gehad en die was al aardig moeilijk. Dus we hebben geluk dat we hier zitten. Van die krijgen we natuurlijk een speerd hart. Dit zijn vervelende happers. Ik haat ze met een passie. Ik hoop dat ik ze snel kan killen. Want ze jumpen altijd en schieten vierkant tegelijkertijd op terwijl ze neerkomen. En juist die kogels wat land. 2 speerd hart. Nice. Maar die 2 kogels wat dan steeds, of die 2, die 4 elke kant, die raken me steeds. Omdat ik steeds zijwaarts ontwijk in plaats van rondlopen. Nou ja. Oh, we hebben hier wat shoot the whoop zombies. Maar die zijn makkelijk omleiden. We hebben een pil gekregen. En we krijgen heel veel spirit hearts. Wat is deze pil? Deze krijg ik nog niet. Nog een tears up. Dus één van de 2 tears up pillen was een tears down. En is een tears up geworden. Dat is geweldig. Dan moeten we even kijken of we deze kunnen killen. We moeten oppassen voor natuurlijk die snelle. Die ene snelle, die, zoals je gezien, als ze een hoopje moes zijn, dan gaan ze altijd weg van je. Nou ja, hier loopt het helaas dood. We moeten nog steeds de eitergroen vinden. En hopelijk vinden ook wat keursgroens ofzo, want daar hebben we nog niet echt een van gevonden. Dat zou ik toch wel graag willen. De reden natuurlijk erom is voor de kijken of ik misschien nog copy items kan krijgen om copy te worden erin. Dat ik niet alleen deals met de duivel hoef te nemen daarvoor.
Anders ben ik gedwongen om Dead Cat te gaan nemen, als ik kappie wil worden. En dat betekent ook al mijn speeltas moet opofferen. En die deal is me een beetje te groot. Oké, we hebben hier... Oh, nee. Dat was een beetje vervelende damage. Wel oppassen daarvoor, voor de kogels. En de turrets. We hebben maar bijna dood. Dit is de reden waarom Kane ook wat range nodig heeft. Wat hebben we hierin? Golden chest. I don't know. Laten we eerst maar verder verkennen. Dan kan ik misschien als laatste nog openmaken. Hier moeten we wel oppassen. Oh, dan zat ik in een lang gangetje hier waar ik niet echt kon ontwijken. Maar zover doet Pretty Fly me heel erg helpen. Dat is helaas een pil wat ik niet kan pakken zonder te vliegen. Nou, dit is een soort mini-baas hier. Deze is zeg maar ook zeg maar een klein deel van de baas van de boom. Dus, oeh, wat zombies en jumpers. Met ook nog een tintentrak. Oh, hij sprong net juist in de lucht. Eens kijken of we die zombie hier kunnen killen. Nou, ik heb precies net geluk. We hebben eindelijk een cursor gevonden. Daar ga ik zeker weten in. Kijken of we daar een leuk deal kunnen uitkrijgen. Dat is een sleutel daar. Nou, eens kijken wat we hierin hebben. Twee kisten. Kist nummer 1. Twee pillen. Kist nummer 2. Trollbaam. Alright. Wat is spel nummer 1? Vraagteken. Wat is spel nummer 2? Tears up. Die neem ik. Nee, ik wil mijn blauwe pilletje. I'm going to take the blue pill. Kamikaze flies. Friends to the end. Dat is wel fijn. Nu ga ik deze tintentrak pakken. Met een kist erin. Een sleutel en een bom. Ah, geen slecht deal. Moeten we steeds de uitroom vinden. En natuurlijk zitten we weer bij het allerlaatste plek waar het kan zitten. Wat ik nog niet heb gekeken. Hé, hey, nog een tintentrak. Geweldig is dat. Dus hartjes kom ik voorlopig niet tekort. Dus hopelijk gaat het even om blauwe hartjes vragen. Ah, dat is vervelend. Toch wat een beetje damage genomen. Maar ja, zo erg is het niet. Onze tranen zijn al verschrikkelijk snel, maar onze range is half. Half van de kamer. Daar is de uitroom, de shop en alles. Alright, de uitroom. Hourglass. Dat verlangzaamt de tijd, zeg maar. No thank you. Ik hou liever Guppy Spa. Veel betere spatiebak item. En wat zit in de shop? De kompas, ook nog een pil. En de pil kan ook nog van alles worden, dus ik ga met de pil oprapen. Het is een teleport. Kan ik gebruiken voor Momfight wel? Om eruit te gaan kijken voor een angel room of zo. En dat is alles wat ik hier wil hebben. Ik denk dat de rest van het geld beter bewaren als ik iets leuks tegenkom. Oh wacht, tot ik nu een meer kans heb om pillen te krijgen, ga ik deze natuurlijk opblazen. Die hebben wel een spirit heart gegeven. Dus dat is geweldig. Dat was zeker wel de moeite waard om dat op te blazen. Want ik wil graag het geld houden als ik een judgment ga tegenkomen. Want die kan ik lekker geld geven. En met dat geld kan ik weer een item krijgen. Nou goed, we gaan tegen de baas vechten. En hopelijk krijgen we een deal met de duivel. We hebben nog geen red heart damage genomen. Dus het is nog hoog kans daarvoor. We vechten tegen war. Dus we krijgen cube of meat. Dus dat is wel heel erg fijn. En als we natuurlijk even van zijn paardje af kunnen krijgen. Onze damage is redelijk. De random bom moet je altijd oppassen. En zeker de bom die als laatste wordt geplaatst. Want de bom die als laatste wordt geplaatst wordt door de eerste geduwd. En dan kan het in je geduwd worden. Alright, en die is het nog net zoals Gemini. Die om de tijd gewoon constant achter je aanrennen. Dus, en gelukkig is Kane uit zichzelf al wat sneller. Ah, helaas gedeeld met de devil. Jammer. Maar we hebben als Cube of Meat weer een orbital wat als kogelbescherming geeft. We hebben nou, 3 bommen, dus ik ga gewoon verder. Ik ga de bommen bewaren voor Tintentrax. Dankzij de compassie me gelijk alles wat is. Een golden chest. Why the hell not? 2 bommen. Kwam toch al een beetje bommen tekort. Zit er nu in de depths. Ah, 2 toch wat vervelende damage gekregen. Jammer. We hebben wat vervelende jumpers. Het trucje wat je misschien kan doen bij ze is gewoon dichtbij ze staan. Maar dan springen ze niet hoog in de lucht. Alright, zover is het eigenlijk nog een vrij simpele kamer. Met de vijanden. En de laatste. Heb ik ook. En nog een speeltje had. Geweldig. Dus we hebben gelijk een halve teruggekregen. Oké, okay, nu gaan we. Oh, even die fetuses moeten dood.
En snel. Dat is één. Alright, nu kan ik me concentreren op de zombies. Hier naartoe, zombie. Dit is vervelend als ze zo dicht bij elkaar zitten. Ze kunnen je ontsingelen. Dus kijken of we gewoon eentje dood kunnen krijgen. Dat gaat me als de makkelijker maken. There you go. En dan nu. Oké. Ik denk dat Cube of Meat hem na de laatste keer heeft afgemaakt. Fishhead. Hetzelfde als Infestation, maar dan een veel minder procent kans. Holy Water. Dat is een verschrikkelijke item. Die hoef ik niet, die heeft nooit gewerkt. Zorg ervoor dat als je damage krijgt, dan laat hij een plasje water achter. En als de vent er overheen loopt, krijg je damage. Hup, nope. Nee, dank je. Misschien zou het toch nog handig zijn bij deze baas. Dit is ook nog de snellere versie, dus het is een champion versie, maar we hebben hem al bijna dood. Nu moeten we kijken of we nog een pil kunnen krijgen. En dat is nog een tier zat. Mijn tiers zijn eigenlijk nu helemaal gemaxed. Dus dat is geweldig. Ik zou nu nog graag naar de shop willen gaan. En natuurlijk ook de curse room. Ik zat even een beetje op te letten hoe de vliegen heen en weer gingen. Wauw, dat ik daar geen damage heb genomen. Ja, weer wat shoop-de-woop zombies. En ik ga zeker weten de curse room in. En ik wil graag nog een kappie item. Misschien heb ik... Oeh, mam's spul. Ik hou liever mam's spul. Limit cap, je was heel goed. Maar mam's spul, meer kans voor soul hearts. Veel beter. Kappie steel. Geweldig. Zoals je kan zien, het is de moeite waard. We zijn hier al... twee derde onderweg om kappie te worden. Dus als we nog een deal met de duivel kunnen krijgen. Met een kappie item. We hebben niet genoeg geld voor de shop. We hebben wel 6 bommen. Dus ik kan even checken voor de secret room. Is niet daar. Waar zou het dan kunnen zitten? En zo te zien moeten we nog een hele omweg gaan nemen. Voor de baas. Dus hopelijk kom ik nog wat geld tussendoor tegen. En ik moet natuurlijk ook... zit hierin. Jammer, geen geld. Oké, doe ik het daar gokken? Ook niet. Daar misschien? Daar is die met geld. 6 cent. Alright, ik hoef nog maar 1 cent. En dan kan ik naar de shop. En de reden waarom ik ook naar de shop niet ga... Stel voor, er spant iets in de shop... wat je juist nodig hebt of heel graag wilt hebben. En dan heb je het niet meer voor de volgende shop. Dus als je niet genoeg... Oeh, golden key... Nice. Dus als je niet genoeg geld hebt voor de shop, dan ga gewoon niet naar de shop. Want dan spant jouw item ook niet wat je wil hebben. En dan spant hij wel in de volgende shop. Kom op, nog 1 cent. Dat is alles wat ik hoef. Oh, jee. Voor jou kom ik dadelijk terug. Jij kan mij nog een kappie item geven. En dat is geweldig. Ah, ik haat ze. Ik haat ze. Zeker hier die champion. Dat vervelende damage gekregen. Flink wat speeltas kwijtgeraakt. Nu heb ik wel genoeg geld voor de shop. Voor jou kom ik nog terug als ik de baas en alles heb verslagen. Oh nee, dit is de Depths 2. Dus dit is de Mumfight. Maar ik heb teleport. Dus die kan me eruit halen. Dus dat is heel erg fijn. Maar ik wil natuurlijk eerst even de shop checken. Hoop dat het ook gespeeld had. Kobus en geen greed. En dit is super greed. Great. Natuurlijk moet ik even oppassen voor zijn tranen. Als ik hem snel dood krijg, ben ik blij. Natuurlijk oppassen voor die keepers, werden ze denk ik genoemd. Die kriethoofdjes. Double chest en een speelt hard terug. Geweldig. En nog wat extra geld met... En, wat is dit hierin? Een hartje omhoog. Why the hell not? En hier ligt nog een half hartje. Dat is meer om aan de Demon Baby te geven daar. Of een Demon Judgment. Oké, dat was wel een positieve verandering. Ik weet dat er een half hartje hier. Hier een hele. En hier een halve. Dus 2 hele hartjes kan ik nu aan hem geven. Maar dat doe ik pas na de boss fight. Nu hopelijk niet dat ik, als ik de teleport heb gebruikt, naar I Am Arrow Room brengt. Of I Am Arrow Room moet een copy item zijn, toevallig. Dan zijn we gelijk kappie en dat is geweldig. Dan kunnen we gelijk vliegen en elk kogel wat raakt, spant gelijk vliegen. Dan zijn we super sterk. We zijn nu al aardig sterk met onze tranen snijden. Alright. Here we go. Mom fight. Let's go. Ik ga gelijk hier staan. Dan ga ik gewoon hier schieten.
En hopelijk had ik gehoopt dat ze niet dingen zou spawnen wat op me af zou komen en schieten. Natuurlijk is dat juist wel gebeurd. Alright, nu kan ik hier staan. En het handige hieraan is gewoon dat er geen voeten tevoorschijn komt. Het is een beetje cheating, maar het is lekker snel. Het is de veiligste manier. Ik ga dat niet elke keer doen. Maar we hebben pills gekregen, dus dat is heel erg fijn. En dat is een allemaal teleport, dat is heel fijn. Kamikaze flies, 2 keer kamikaze flies en 3 teleport pills. Alright, ik ga nu de Polaroid oprapen. Want ik wil graag de kist verslaan. Want dat moet ik nog met Kane, de kist en Shawl moet ik verslaan met hem. Oké, nu ga ik al de hartjes wat ik heb, tot een half hartje zeg maar, aan mijn demon friend geven. En hopelijk geeft hij daar iets voor terug. Hopelijk. Dus kom op. Laat me niet stikken. Want ik weet dat je al mijn leven eruit kan zuigen en ik hoop dat je niet wil doen. Een pil. Tears up. Geweldig. Nog sneller tranen. Laatste keer. Oh ja, Polaroid effect. Kan ik hem even hartjes geven? Nope. Dat is alles wat ik aan hem kan geven. En hij geeft niks terug. Jammer. Heel erg jammer. Nou goed, dan ga ik maar eens even de hartjes oprapen. Ga ik hem misschien nog 1 keer spelen. 1 hartje nog. Want ik wil toch nog graag iets eruit hebben. En natuurlijk hebben we een paar teleport pills. Die ga ik eigenlijk allemaal gebruiken. Gewoon voor de lol. Misschien kijk Aya er een room. Dat zou geweldig zijn, want dan hebben we weer een item. En ik maak me weinig zorgen. Want om door te gaan. Want we hebben nog steeds Guppy's Paw, wat ons 3 speeltas geven. Dus dat is al gelijk 9 hartjes als we alle hartjes wegdoen. Dus daar maak ik me weinig zorgen. En dat vind ik zelf niet zo erg. We zijn toch al in de womb, dus we zijn al aardig ver. Dus kom op. Een pil. Nog meer kamikaze flies, maar ik heb er zoveel mogelijk als ik kan hebben. Dus kom op. Betaal uit. Betaal uit. Godverdomme, jij wil niks geven. Jammer. Heel erg jammer. Nou goed. We gaan maar eens verder. En ook helaas geen... Oh wacht, hier is nog een hartje. Die ga ik nog wel even geven. Het is misschien een groot risico. Maar als hij nog een Guppy item geeft, dan is het een insta-win. Dan is het heel, heel erg fijn. Alright. En ik krijg ook nog de Polaroid effect. Dat je hier kan zien. Wat ook nog extra hartjes kan geven aan hem. Kom op. 25 cent. 25 cent. Daar heb ik helaas niks aan. Die laat ik gewoon liggen, want... Ik heb denk ik een idee daarmee wat ik eens heb gezien. Als ik toevallig dat de kist haal. En ik krijg de D6. Kan ik Greed ermee farmen. En ik leg het wel aan de andere kant hoe het precies werkt. Maar ik ga nu teleport. Oh ja, jou. Dan kan je net zo goed eigenlijk oprapen. Al ben je nutteloos. Dan gaan we nu maar eens... Oh ja, wacht. Dat was ik helemaal vergeten. Holy Water verandert Steven, wat ik had, Little Steve, in iets anders. In een familiar, just a familiar, wat geen specials heeft. Het schiet gewoon die normale tranen, wat normaal damage zijn. Dat is niet goed, dus moest ik beter niet Holy Water oprapen. Maar helaas, geen I am Iron Room. Ik pak jou op en ik ga verder. Zitten, in de Judero. Helaas geen andere kamers, alleen de baas. Een chest, why the hell not? Misschien was het de moeite waard. We hebben wat hartjes eruit, dus dat is heel erg goed. De benedenweg, denk ik dat het beneden beter is. Toch Holy Water een beetje geholpen met damage. We hebben een champion, dus hopelijk krijgen we wat speeltas. Zou heel erg fijn zijn als we daarvan konden krijgen. Golden chest met een range up. Yes, please. Dat was heel erg fijn. Nu heb ik wat, tenminste wat range dat ik wat van een afstand kan schieten. Dat ik niet zo dichtbij in mezelf zoveel in gevaar moet stoppen. We zitten nu in de Judero. De Judero is natuurlijk wat moeilijker dan de womb. Net zo'n verschil als de basement en de necropolis. De necropolis is natuurlijk de moeilijke versie van de basement. En...
Ja, dat zijn gewoon moeilijke versies. Oeh, de Hollow. Niet de Hollow. Ik ben de naam even van hem kwijt. Nou ja. We hebben hem al bijna dood. Bijna damage genomen. Want we moeten oppassen. Alles doet niet een heel hartje. Dank je, Relic. We zijn hopelijk nu goed onderweg naar de goede punt van de baas. Hopelijk kan de Relic dat nog meer speelt had voor ons droppen. Dat zou heel erg fijn zijn. Natuurlijk hebben we altijd nog kappie spa als we echt in problemen komen. Sleutel hebben we echt wel nodig. Want we hebben kappie steel. En dat zorgt ervoor dat er meer kisten tevoorschijn komen. Groter procent voor kisten. En dat is natuurlijk fijn. Golden chest en zo allemaal. Kan ook net zo goed een kappie item denk ik in zitten. Moet alleen deze guts even killen. En dan kunnen we gelijk tegen de eerste baas gaan vechten. Zo. Die vliegen. Voor extra damage. Oeh, de Fallen. We kunnen een devil item krijgen. Dus dat is heel erg goed. We kunnen een devil item krijgen. Ah, dat moest ik verwachten. Dat ging gebeuren. Een bommetje. Om wat sneller te laten gaan. Het gevecht. We hebben wat red hot damage genomen. Dus we hebben nu heel weinig kans om de duivel te krijgen. Maar we krijgen wel een duivel item. En dat is... Why the hell not? Sister Maggie. Is wat extra damage. We schieten nu verschrikkelijk veel tranen. Dus dat gaat een apart gevecht worden. Maar nog steeds helaas geen kappie item. Dus we gaan gewoon verder. Oeh, er is een arcade hier. Dat kan ons heel erg, dat kan ons redden. Een arcade kan ons redden. Als dit niet ons dood. Maar dit kan ons dood worden. Ik ga eentje opeten. Goed dat ik het heb gedaan, anders was ik dood. Natuurlijk, de Polaroid effect gaat me natuurlijk ook heel erg helpen. En een extra speel. Ik ben misschien een hartje kwijt, maar het heeft mijn leven gered. Dus dat is een voordeel. En de Polaroid natuurlijk ook. Heeft me ook mijn leven gered met de Polaroid effect met de schild. Maar ik hoop dat er weet wel een trinket machine bij de arcade is. Want als dat zo is, kan het me heel veel speeltarts geven. Heel veel. En de Relic zit hier ook al goed hartjes te geven. En zo, soul hearts. Dus dat is heel erg fijn. Maar het is nu een beetje spannend. We hebben verschrikkelijk hoge tranen en alles. Maar hopelijk kan de arcade ons helpen. Oppassen voor die spinnen natuurlijk. En al die tranen. Wonder dat ik geen damage heb genomen. En die laatste. There we go. Extra bom. Alright. En... Oké, dus er is geen machine voor... Een trigger machine. Maar wat ik ga doen, ik ga dit even spelen. En hopelijk krijg ik er dan een vlieg uit. Nog, we gaan het spelen. En dan loop ik gewoon naar buiten, naar binnen. En dan kan ik kan het transformeren in, een trigger machine. Kans is natuurlijk altijd klein. Ik krijg tenminste genoeg geld terug. Maar dan moeten we even afwachten. Oké, ik ben weer terug. Zoals je kan zien, hij is ontploft meteen. Toen heb ik maar even deze hier in de midden gespeeld. En ik heb daardoor... Skaluti, als ik het zo goed uitspreek, heb ik nu gevonden. En een bom voor een hartje. Ik heb natuurlijk ook wat extra bommen en sleutels zo gekregen. Dus daar ga ik goed gebruik van maken. Ik ga denk hier checken voor de secret room gelijkertijd. Niet daar. Dus we gaan gewoon verder kijken. Misschien zit hij hier. Zou het leuk zijn als een kappie item erin zat? Nee? Oké. Okay. Want ik wil toch nog graag kappie worden. Dus eens kijken of we zoveel... geluk hebben. Wauw, dat ik daar geen damage heb genomen. Natuurlijk kan je altijd van ze wegschieten, maar onze damage is gelukkig al redelijk goed. Nu moeten we gewoon oppassen met zijn rondstuitering. En, oh ja, helemaal vergeten, ik heb nog een pretty fly pill. Ik mag gelijk gebruiken van de complete opportal heb en ik ga elk golden chest natuurlijk openmaken. Voor de kans dat we natuurlijk wat pillen en zo kan krijgen. Ik denk dat het beneden weg... Oh, veel van deze zeg, Jesus. Dus kijk, een zo hard ervoor terug als ik het overleef tenminste. En ze hebben gelukkig minder HP dan de grote. Yep, ik heb mijn spirit hard weer terug. En dan moeten we nu nog gewoon kijken wat we... Oké, dit is eigenlijk de weg naar de baas. Alleen zoals jullie weten is het meestal een grote omweg.
Zullen we eens kijken of we nog wat hartjes kunnen verzamelen, wat nog wat speelt had zonder damage te nemen. Helaas, word ik gelukkig. Ik dacht even dat we damage gingen nemen. There we go, nog een speelt hart. Nog meer geld waar ik al niks aan heb. En bommen. Oh god. Ik denk dat het spel niet wil dat ik het ga halen. De tranen zijn verschrikkelijk snel. Oké, we hebben de kleine dood. Nu nog de grotere. Gelukkig is het niet de hele grote. Maar we hebben ons speeltijd gelijk wat terug. En weer een golden chest met... verdubbeld onze sleutels. Why the hell not? Die was in één keer dood. Wat is dit? Tears up. Why the hell not? Onze tranen zijn nu al helemaal gemaxed. Wat is de range nu eigenlijk? Nou, dankzij denk ik de ene range op wat we hebben gekregen. Oh, dat hartje moet snel dood. Dat hartje moet snel dood. Oké, dat hartje is dood. Jullie kan oppassen voor dat masker. En de dikkelis natuurlijk. Dus eens kijken of we dat hartje nu kunnen killen als het hartje ophoudt met wegrennen. Kom op, hartje. Ga dood. Hoeveel HP heeft hij wel niet? Alright. We zijn bijna bij de baas. Alleen deze even een leuke kettingreactie. Oh, geen kettingreactie. There we go. En in deze kamer. Dus deze hebben we gekleerd. De dikkelis ging door de holy water. Dat is fijn. Oppassen voor de tranen en de guts van die rondjes draaien. Al draaien allemaal dezelfde kant op. Dan wordt het makkelijker. Weer een speelt hard. Golden chest met... dat is nog gewoon een gratis familiar wat, zoals je ziet, doet het dat. Wat je daar ziet. Dat is wat hij doet. Een blue baby soul. Laat gewoon zo rondgaan. Alle companions. Heb ik liever de Polaroid. Alright, here we go. Mom's heart. Of liver. Lives. Eerst moeten die ogen uitgeschakeld worden. Want die zijn het vervelendste. Oké. Okay. Bom plaatsen. Even wachten. En een half hartje. Altijd handig als we het nodig hebben. Tenminste kan het wel zo'n Polaroid effect geven. Ik heb geen bom geplaatst eigenlijk. Omdat we wisten dat het monster zou spawnen. Ik denk de tweede hierna komt eigenlijk die ene zombies. Dus die moet ik goed timen. Bom. Oh, een beetje laat. Larry Jr. Oké. Okay. De bom was wel raak. Maar onze damage is redelijk goed. Dus eens kijken of we daar nog wat beters van kunnen maken. Bom plaatsen. Even wachten. Daar zijn de zombies. Zoals ik zei. De tweede. En die moeten we gewoon flink schieten. We hebben twee hartjes al liggen. Dus dat gaat ons terugbrengen. Dan moeten we even deze Duke of Flies gaan killen. Nou, dat is geen probleem. Hij heeft niet veel HP. Dus hij is zo dood. Even een bom plaatsen voor het extra wat sneller te laten gaan. Nu moet ik extra oppassen voor Chad. Hopelijk helpt Mom's hart een beetje met hem opblazen. Oh, een beetje in een slijm gelopen was niet echt mijn bedoeling. Het is ook een beetje vervelend met een Chad. Oké, hij is eindelijk dood. Dus hoef ik nu helemaal hier te staan en te schieten. En natuurlijk wel oppassen voor de monsters wat spawnen. Ik heb natuurlijk voor de poep op mijn hoofd. Oh, die nog killen. En there we go. Mama is verslagen. Zo, let's go to cathedral of kathedraal. Ze hebben gewoon Nederlands. En dit wordt, kan nu mijn dood worden of mijn leven worden. Waarom kan ik deze niet killen? Okay, die zijn dood. Voor die witte moet ik natuurlijk oppassen. Want die ontploffen. Ik begin langzaam door te raken. Dus dit is niet goed. Oh, deze weg loopt dood. Oké. Okay. Dus ik moet de benedenweg kiezen of de bovenweg. Natuurlijk krijgen we hiervan wel een speeld hart. Dus dat is wel heel erg fijn. Moet ik wel oppassen voor ze. Met nog een kist. En er zit een kist in. En een normaal hartje. Heb ik niks aan. Dus ik neem de benedenweg. En dat misschien dan de weg naar de basis. Zo te zien van wel. Heel veel angel viruses. Een angel is een champion. Natuurlijk doet de flies. Ah, hun werk. En ze worden niet gedamaged door holy water, want het zijn angel viruses. Dat ziet er niet goed uit. Dus ik heb wel lekker verkisten, maar niet de soul hearts wat ik er graag uit zou willen. Maar we hebben wel de goede weg naar de baas gevonden. We hebben heel veel gladnies hier. Ah, toch wat vervelende damage gekregen. Als het goed is moet ik wel een speeldhart terugkrijgen. Als ik de laatste dood krijg. Je hebt twee speeldharts, geweldig.
En dit is een vervelende situatie. Want die gaan allemaal ploffen. Die zijn zo snel. Ik ben niet snel. Hun kunnen door de steen heen. Ik niet. Een beetje speed-up zou fijn zijn. Heel veel geld, sleutels en alles. Maar daar heb ik helemaal niks aan. Goed. We hebben nog, als het echt de noodgeval dringt. We hebben nog Guppy Spa. Dus we hebben nog 6 soul hearts als het moet. Dus kijken of we deze snel kunnen killen. Deze hoofden. Voordat we tegen de baas gaan vechten en geen damage nemen. Golden chest, awesome. Geen soul hearts, jammer. Ik verwacht steeds soul hearts of een Guppy item. Dat is het liefst wat ik wil. Dit is een simpele baas. Elk moment dood zijn. There we go. Een rood hartje, maar daar hebben we niks aan. Alright. Here goes nothing. Isaac. Here I come. Kane versus Isaac. Dus ik hoef maar één keer damage te nemen en dan moet ik gelijk al een hartje gaan eten. En zoals je kan zien is onze damage niet echt geweldig. Alright, dan moet ik één keer één soldaat nemen. Tenminste krijg ik nu, als ik nu damage krijg, de Polaroid effect. Ik wil natuurlijk mijn rode hartje proberen te houden als ik kan. Voor de extra damage. Of voor een extra, misschien demon baby. Dat is goed wat ik ga tegenkomen als ik in de kist zit. Gelukkig zit ik genoeg sleutels in de kist. Zover zijn we bijna bij de helft. We hebben niet Polaroid effect. Dus ik ga nu lekker dichtbij staan. Zoveel mogelijk damage doen als ik maar kan. Alright. Dat is de damage wat ik kan doen. En we krijgen nu elke keer Polaroid effect ook nog. Dat is ook nog heel erg leuk. En nu komen de Angel Feeders ook nog tevoorschijn. Dus dat wordt extra lastig. Eentje spant al direct naast me. We moeten Isaac nu snel gaan focussen. En zoveel mogelijk als we kunnen. Tenminste dat hij geen tranen meer beschieten, maar laserbeams. Als we Isaac dood krijgen, dan spannen er geen Angel Feeders meer. Ik leed de laatste hartje ook nog op. Ik ga nu gewoon tanken. We hebben het gehaald. We hebben nog 3 speeld hearts. En de Polaroid effect nog steeds actief. Alright, we hebben Isaac verslagen. Oeh, was wel een flink gevecht. Tijd voor de kist. Alright, wat gaan we krijgen? Kist nummer 1. Niet leuk. Pils, handig. Pet en... ik had gewoon wat betere items. Maar goed. Ik ga deze pil pakken. Dit is Friends to the End. En Telepathy ga ik oprapen. En jou ga ik oprapen. En ik ga jou houden. Voor kijken of we nog een pil eruit kunnen krijgen. En hopelijk gaat het een beetje leuk, makkelijk gevecht worden. Met Blue Baby. Weet maar nooit. Want we hebben maar 3 soul hearts. En onze damage is niet zo verschrikkelijk snel. There we go. Deze kamer is klaar. En gelukkig hebben we weer een speeld hart. Hopelijk krijgen we niet te moeilijke kamers. Oh, de bloop. Waar de bloop? Hopelijk kan ik zo redelijk dat hij niet zijn laser afschiet. Oké, dan kan ik zo veel dicht mooi bijna als ik kan. We kunnen zo snel mogelijk dood hebben. En... there we go, hij is dood. Nog steeds 3 speeld hearts. Eentje laatst kwijtgeraakt. Kan voor mijn trollfires. Is makkelijk, gelukkig. Alright. Ah, dat meen je niet. Nog eentje. Alright, maak toch vol gebruik van de Polaroid. En nog een keer. Dit ziet er niet goed uit, mensen. 1 hit en ik ben dood. Kom op. Ga dood, jij stupid blob. Alsjeblieft. There we go. Oké, nu moet ik wachten tot de creepers verdwenen. Oké, golden chest, help me, help me. Chocolate milk, are you serious? No, thank you. Alright. Ik ga toch, ik denk dat ik dacht ook misschien genoeg kamers voor pillen kan nemen, maar ik denk toch liever dan Mom's Pet. Want als het dan nog een lastige baas is, tenminste kan ik met 1 zo hard tegen Blue Baby vechten. Nou ja, misschien hebben we geluk. Misschien kunnen we het gans ontwijken, de aanvallen. Misschien niet. Moeten we afwachten. Weer een daddy long legs. Kan me in 1 keer killen. Dus hopelijk gaat hij flink missen. Met zijn poten. En de spinnen wat hij spant. Dus gewoon opletten, goed opletten voor de schaduws. Hij is dood. Een rood hartje heb je last niks aan. En here we go.
Look, baby. En mom's pad. Als het goed is, moet hij een tijdje bevroren zijn. Dus kan ik goed damage op hem doen. Kan ik alles op hem schieten wat ik heb. En hij spawnt er meteen terug. En dat was het. Nou mensen, ik heb het geprobeerd. We hebben redelijk goede items gekregen. We hebben helaas niet Guppy kunnen worden. We waren wel heel dichterbij. We hoefden nog maar één item daarvoor. En dan konden we Guppy worden. Misschien de volgende keer meer succes. Nou ja, dit was weer Bunny's Advice. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan, zoals jullie weten, als je ons wil helpen met het kanaal te groeien en alles, deel deze video. Laat zien hoe verschrikkelijk of geweldig dit spel is. Daar kun je sterk aan jullie over. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei doei! Thank you.